Yo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer ben ik weer met UVB13, YouTube, beste friend forever. What up boys? Ja, we gaan weer een parcours doen. Het staat nu 1-0 voor mij, de echte parcoursmaster, ook wel genoemd. Moet je kijken hoe je het zegt hier, valt. Hier, ik ga echt lachen als jij bij de eerste jump al gelijk gaat springen. Oh, gaat hij weer dat doen hoor, vuile scammen. Hé, wat nou? Laat met rust. Kijk, huts. Kijk, en dan doen we 1, 2. Hup. Zie je? Oh, ja, stoer. Ja. En nee, zijn nog niet stoer. Ik doe het gewoon. Ja, en dan valt hij daarna. Laat me even met rust. Oké, nou ja. We gaan beginnen met het parcours. Doe alvast een blauw op deze video. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we beginnen met het parcours van de week. Ja. Oké, joh. We gaan beginnen met het parcours. Je bent weer gevallen zoals altijd. Huh? Ben je goed? Wie zegt dat? Ja, voor de video toch dom, hè? Ja, natuurlijk hè. Val maar hier. Kijk, als ik val. Ja, jongens, dit is voor de video hè. Dit is echt voor de video. Heb ik geen checkpoint geklikt. Dit is echt zo dom. Ja. Nu maakt hij een grap en heb je jezelf naar beneden gehaald. Ja, letterlijk. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb een checkpoint toevallig, als je wil weten. Oké. Hartstikke leuk. Fijn om te weten. Daar sta jij dus al voor. Heerlijk. Eerlijk om dat ook te weten, dat je gewoon echt achter staat in dikke... Ja, ik dacht van ik laat je het even weten. Ja, dat is wel fijn. Ja hoor, ik ga echt lachen als jij nu al een parcours gaat halen, überhaupt. Ja, maar kijk, dan is de video snel voorbij, hè. Kut! Ja, daar doe jij het altijd voor. Ja, tuurlijk. Ja, ik moet eten. Ja, maar dan is het wel een snelle serie, toch? Of niet? Ja, dan? Snelle, korte video's. Ja, hou ik van. Ja. Kort en krachtig zeg ik altijd maar. Inderdaad. Als je zegt dat kort en krachtig niet bestaat, nou het bestaat toch wel. Je hebt het net gezien. Ja, daarom. Gewoon luisteren, bek houden en zitten achter die computer. En als je het niet wil zien, dan tief je maar lekker op. Ja, zo makkelijk is het. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, kijk, als je het niet geïnteresseerd bent, wat doe je dan hier? Ga dan iets anders kijken. Nee, shit. Waar was dat checkpoint dan? Ja, kut, sorry. Wat is er? Ik heb die checkpoint niet gezien hoor. Oh, die was daar zeker hè? Ja, dat doen we denken aan de Q&A van ons. Wat dan? Ja, als je het niet leuk vindt hier, dan ga je maar lekker weg. Echt hè? Hè? Doei! Ja, dat is toch logisch? Ja, nou, dat is wel leuk. Oh, wacht. Wil je die Q&A zien? Ja, kun je lekker... Zeg ik nou lekker... Kun je lekker opzoeken? Ja, kun je lekker opzoeken. Zoek het maar lekker zelf op. Ja, hij staat nu op jouw kanaal in ieder geval. Ja, daarom. Ik zet wel een linkje... ja, bij dat i'tje rechtsboven kan je het, de Q&A zien. Ja. Zo gaat het mis. Ja, sorry, ik schoot uit. Jij uitschieten. Jij schiet alleen maar uit. Ja. Met penalty schieten schiet je ook gewoon mis. Nou, maar jij viel op de grond. Nou, dat is waar. Wil je die video zien, kan je ook het i'tje klikken en dan is mijn broek gescheurd. Wil je dat zien? Nou, hartstikke grappig. i'tje rechtsbovenin. Check de video maar. Die video is wel zo oud, echt waar. Nou, zijn er nog meer dingen die ze moeten kijken? Oh ja, wil je de Maitopia's video's zien? De afspeellijst staat rechtsboven bij het i'tje. Nee, dat willen ze niet zien, joh. Nou, dat doen we dat niet. Dat staat er niet, dames en heren. Dat staat er niet. Dat staat er gewoon niet. En als je even kijken, wat hebben we nog meer? En als je ons wil zien in de goede vriendschap met Doe Je Mee, dan kan je die ook. Als je het tweede seizoen wil zien op VRChat, dan kan je dat ook kijken. Ja, maar die is er alleen nog niet. Er is maar één video van. Ja. Daarom juist. Daarom zeg ik. Oh serieus, die hebben we nog ineens afgemaakt. Wat kut. Oh, zo slecht zijn wij hè. Ja, het is jouw kanaal. Nee, wie staat er op de banner dan? Hè, flikker. Op de oude banner bedoel ik. Nee, op de nieuwe heb je het over. Welke nieuwe? Ja, dat is raar, Johan. Maar ik dacht van, voor deze serie kunnen we ook een keer een aanspreekpunt of een besprekingspunt maken. Zodat we een soort van podcast hebben, maar dan in een spel. Ja, dat is misschien wel leuk. Heb je een idee? Laat het lekker weten natuurlijk in... Klote zon. Laat het natuurlijk lekker weten, ja... in de reacties hieronder en dan gaan wij daar een onderwerp van pakken. Ja, nou, in ieder geval, ik zal wel beginnen met het onderwerp. Nou, wat is het eerste onderwerp van de week? Het eerste onderwerp is... Challenge. Nee, of wat handig is als je 3302 voor 6 zet. Want als je 3302 voor 5 zet, dan heb je minder dan 6. Wat? Ga je nou echt autistisch doen? Dat is toch zo? Want ik snap niet eens wat je bedoelt. Wat nou, bedoel je nou? Als jij 3302533 hebt, dan is dat meer dan 3302533. Iedereen komt hier om een vier te kijken naar jij met je wiskundige theoretische, autistische zooi. Het is een mening en een hou je bek maar. Ja, dat is misschien wel beter. Nou ja, goed, ik verzin wel weer een onderwerp. Ja, doe jij het maar goed. Ja, ik zou het niet weten. Laat het gewoon lekker in de reactie en wij gaan lekker weer verder dollen in deze video. Ja, dat gaan we dus echt niet doen. Nee, gewoon niet. Yo, zullen we stoppen? Zullen we stoppen? Nee, ik kan stoppen. Oh, nou leuk, nee, hè? Nou niet hè, omdat je woord staat flikken. Nee, omdat deze niet irritant is aan het begin. Oké, oké. Oh kijk, ik heb de checkpoint. Yes, I'm so happy. Oh, dit wordt alleen maar copyright dit hè. De Gamescopen vlog naar Amerika. Dat moet er ook nog komen eigenlijk hè. Ja, als jij betaalt van je YouTube van... Nee, jij moet van je Gamescopen rekening betalen. Jij hebt toch ook zo'n YouTube kanaal dat je unboxings doet dus zo? Ja, die zijn al veel bekeken joh. Ja, 50k of zo. 53. Ben je hier al gekomen waar ik nu ben? Ja. Moet je hierop? Nou, daar lijkt het wel op hè. Verdomme. Waar moet je nou op dan? Oh, daar. Oh shit. Ja, die lukt mij dus ook niet, hè? We zijn zo dom, hè? Wat dan? Moeten we, moeten we daar... Nee. Nou, dat gele kunnen we niet halen. Kijk dan. We moeten naar het gele, maar we kunnen ook gewoon zo. Are you serious? Dit is zo dom. Ik probeer het al de hele tijd, hè? Oh, geweldig. Ja, dat is echt geen grap gewoon. Dat is kijk, zo hier moet je naar het uiteinde. Grote sprong. Uiteinde. Oh. Nee, geen kampioen. Ja, goed uitgelegd hè? Oh. Ja, inderdaad. Maar nou heb je wel de manier gevonden en nou ga jij winnen. Ik voel het aan mijn wateren. Want het einde is in de Krusty Crab. En dan moeten we... Oh shit, heb je het al? Oh. Nee. Oh shit. Rennen, rennen, pakken, rennen, rennen. Oh, hij is nog groter joh. Hierachter zit nog meer. Oh, daar heb je zeker ook de tentakels. Nee. Oh. Flikker, sorry. Ik maakt niet uit joh, want ik heb hem al gehaald, dus je, hoeft hem je kan hem eindigen. Serieus? Ja, ik ga hem wel halen, maar Nee, jij zei dat dat niet hoefde. Potsidorisch. Dames en heren, vond je deze video nou hartstikke leuk? Laatste tijd op deze video, het staat nu inderdaad 1-1. Je ziet elke video, zie je gewoon het eindstand, ja... Aan het eind van de video, Julian die heeft het al gehaald. Ik ga ook niet verder met de video, want ja, ik heb al verloren. Het is hopeloos om het nu ook weer te doen. Wat jammer hè. Als ik nu verder zou gaan, dan zou Julian me toch weer inhalen. Dus daar heb ik geen zin in. Ja, vergeleken met vorige aflevering, ja, heeft Julian het gewoon beter, nou ja, nu beter gedaan natuurlijk. Die heeft me gewoon keihard ja, weggespeeld. Kijk, daar komt hij al. Daar komt hij al, geweldig. Maar ja, doe natuurlijk een duimpje op deze video. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En vergeet ook niet te delen met je vrienden en je familie en je schoonmoeder. Weet ik het of je schoonmoeder hebt. Maar ik zei, doe het gewoon bij iedereen. Doe het maar gewoon bij iedereen. Ja, en dan zien wij jullie weer terug bij de volgende parcours op dit kanaal. Je kan ook andere video's nog verwachten. En dan zeggen wij net zoals altijd, tot de volgende keer. Later. Houdoe.